Passie kijken met Ron Vergouwen. We kregen deze week veelvuldig een blik over de grens op tv. Maar hoewel de situatie in Syrië en de Oekraïne ook verschrikkelijk is, is het nu toch echt vooral Sochi wat de klok slaat. Het comité die betreurt eigenlijk de keuze nu van Sochi. Met wie kan je daar beter over praten dan met arts Genk? Hmm. Wat vind je van die commotie? Beetje laat, hè? Weer een protest tegen de Russische schending van de mensenrechten. Dit keer in Brussel, voor het gebouw van de Europese Commissie. We gaan toch eerst even over onze grote vriend Poetin praten. Hij zei letterlijk, homo's zijn welkom, maar ze moeten onze kinderen met rust laten. Volgens deze voormalig Olympisch schaatskampioen hoeven homo's zich tijdens de Spelen absoluut geen zorgen te maken. Ja, ook in Nieuwsuur exclusieve gasten aan de desk. En vlak voor deze uitzending sprak ik samen met een Russische tolk met twee van de drie Pussy Riot leden die eind december plotseling werden vrijgelaten na een gevangenisstraf van 1,5 jaar. Ja, voor tv-makers een mooie kans om dit, in onze ogen een wat vreemd, land eens te gaan ontdekken. Zo start de zondag de mooie reisserie van Jelle Brandt-Corsius, De Bergen achter Sochi. Hier ligt Sochi, waar die Olympische Spelen zijn. Dat is eigenlijk alleen maar dit kleine stukje. En onze reis gaat aanvankelijk door Rusland heen. Dan gaan we de grens over. Een geweldige reis. Als je naar zo'n kaart kijkt, dan krijg je toch gewoon zin om te reizen. Geweldig. Ja, zo'n mooi programma. Vanavond deel 2 trouwens. En zoals in veel programma's, ook Jelle had aandacht voor de homorechten in Rusland. Ik zat in de metro in Moskou. En vlak voordat ik uit wilde stappen, komt er een man naar me toe, die geeft me een klap op mijn hoofd en die zegt vuile homo. Vervolgens kom ik bij vrienden thuis en die moeten heel hard lachen, want ik had blauwe schoenen aan. En de kleur blauw is eigenlijk niet iets wat je draagt in Rusland. Het wordt heel geassocieerd met homoseksualiteit. Weer wat geleerd. Ah, dus blauw is de Russische homokleur. Dan moet Rutte gewoon een fel blauwe stropdas aandoen naar Sochi. En Maxima heeft volgens mij ook nog wel ergens een blauwe jurk hangen in de kast. Maar vooral bij de VARA was het deze week Sochi Homo Week. Onder meer met de serie van Stephen Fry, Out There. Over hoe men in verschillende landen tegen homo's aankijkt. There are people who are so rabidly homophobic. And I just find that fascinating. Ja, en Stephen Fry ging uiteindelijk ook nog even naar Rusland. Gay people are lying about their problems. They would like to be favored and famous because they're victims of Russian medieval behavior. You're living in a fantasy world. You really ought to stop because you're making a great fool of yourself on camera. This is going to be shown around the world. De VARA kwam verder deze week met Leven Sochi, waarin Arthur Japin met mensen over homorechten spreekt tijdens de Spelen. En minister Jet Bussemaker, die over emancipatiezaken gaat, was zo moedig de grote Nederlandse delegatie naar Sochi te komen verdedigen. Maar ze werd direct in de hoek gezet door oud-Olympisch zwemmer Johan Kenkhuis. De delegatie die gaat daar om de sporters te ondersteunen. Maar Johan, jij wil iets zeggen? Ik hoor de hele tijd dat de hele delegatie gaat om de sporters te ondersteunen. Maar wij voelen helemaal niet dat de regering of het Koningshuis mee is. We waarderen het wel, maar het is niet nodig om daar voorheen te gaan. Is dat voor iedereen anders? Ja, een mooi beeld wat we verder kregen was een voorproefje uit de tv-kantine, waarin Carlo Boszhard als Wim Sonneveld ook nog even een statement maakte. Er werden gays gemolesteerd en nu zijn ze op de foute weg. Want ziet hoe gek het leven is, is er een sportgebeurtenis, staat Mark Rutte nou te springen. De mensenrechten gaan opzij, ze hebben lak aan jou en mij, ik kan er enkel over zingen. Ja, mooi. En goed ook dat deze programma's gemaakt worden. Maar laten we ook af en toe eens even naar ons eigen land blijven kijken. Afgelopen week werd bijvoorbeeld voor het eerst in de soapgeschiedenis een homohuwelijk gesloten. In de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Lucas Sanders, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenoot, Menno Kuiper. Wat is daarop uw antwoord? Ja, heel graag. Dan zijn jullie nu officieel getrouwd. Ja, mooi initiatief van de schrijvers, maar op de social media buitelden de reacties van de mensen die dit huwelijk verschrikkelijk vinden over elkaar heen. Dus laten we ook alsjeblieft gewoon naar Nederland blijven kijken. Ja, en als er één serie is geweest afgelopen weken waaruit blijkt dat het echt niet uitmaakt of je nou van mannen of vrouwen houdt, dan is het wel van de serie Ramses. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me,
Ik heb het altijd zo gedaan. En bij de Nederlandse tv-kijker is de boodschap naar Poetin toe er nu toch wel behoorlijk ingeramd afgelopen week. Ik hoop wel dat er ook een ietsiepitsie van doordruppelt in Rusland. Want de tv is een mooi medium om de boodschap te verspreiden. Maar ja, dan moet natuurlijk wel de juiste doelgroep kijken. Kassie kijken met Ron Vergouwen.